De ADO Den Haag vrouwen hebben dit seizoen een heus belofteteam. Dat staat onder leiding van trainer Alex Scholten. Twee van de dames die zijn opgeroepen voor het Nederlands elftal onder 17 jaar. Maartje Looyen en Nadine Noordam. Wij gaan eens kijken wie dat zijn. En wie ben jij als ik vragen mag? Ik ben Nadine. En klopt het dat jij geselecteerd bent voor het Nederlands team onder 17? Ja, dat klopt. Daar had je ook waarschijnlijk niet van kunnen dromen, hè, toen je vroeger een klein meisje was en begon met voetballen. Nee, ik droomde het altijd wel, maar dat het werkelijkheid is geworden, dat had ik niet verwacht. Hey, en heb ik gehoord dat er nog een dame van het belofte team geselecteerd is? Weet je wie dat is? Ja, dat is Maartje Looyen. Want we zijn eigenlijk ook op zoek naar haar, maar de kleedkamer is leeg. Weet jij waar Maartje is? Oh, die zal wel op het veld staan. Die is altijd aan het trainen. Dus dan moet jij Maartje Looyen zijn. Ja, dat klopt. En Maartje, jij speelde vorig jaar nog bij RKAVV. En nu speel je bij de Jong ADO Den Haag vrouwen. Hoe is die overgang je bevallen? Ja, heel goed. Het is veel gezelliger hier. En iedereen is gewoon echt heel gemotiveerd om gewoon 100% te gaan. Ja. Kun je aangeven wat het verschil is met vorig jaar RKAVV en dit jaar ADO? Nou, bij de jongens zag je af en toe nog wel dat er... Ja, die hebben niet die instelling om 100% te gaan of echt... Ja, voor één te gaan, zeg maar. Dus ja, dan zie je een beetje klooien. En hier is iedereen gewoon... Ja, die wil echt gaan. En dat vind ik heel fijn. Ja, en jij bent niet de minste. Want je bent inmiddels geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 17 jaar. Wat vond je van die selectie? Ja, heel gaaf. Ja, ik vond het heel leuk. Ik had het eerst niet... Ja, vroeger denk je natuurlijk van... Ja, haal ik dat ooit? Maar ja, ik vond het heel gaaf dat ik het heb gehaald. Want je gaat een EK-kwalificatietoernooi spelen in Slovenië. Ben je ooit in Slovenië geweest? Nee, nog niet. Dat wordt ook leuk. Kijken hoe het daar is. En je speelt tegen drie landen. Weet je welke drie dat zijn? Ja, nee, niet helemaal. Maar wel tegen van die landen die niet zeker weten wat hun kwaliteiten zijn en zo. Dus dat wordt erg spannend. Maartje is een echte ouderwetse rechtsbuiten. Die stijf op de zijlijn kan spelen. Die een tegenstander uit kan spelen. Met een schitterende voorzet. Die af en toe nog voor het doel het overzicht mist op de eigen kans. Maar is een heel talentvolle rechtsbuiten waar we heel erg blij mee zijn. En de andere geselecteerde uit jouw team is Nadine. Wat voor speelster is zij? En Nadine Noornam is een meisje dat op het middenveld kan spelen en in de spits kan spelen. Ik denk dat ze uiteindelijk een aanvallende middenvelder wordt met heel veel dynamisch vermogen. Een meisje die heel veel energie in de wedstrijd legt. Soms een beetje te veel energie in de wedstrijd legt. Maar ook daar zijn we keihard mee aan de slag. En Nadine is wel een meid die weet wat ze wil, waar een goede kop op zit. Nou is het belofte team van de ADO Den Haag vrouwen dit jaar voor het eerst van start gegaan. Het is wel een beloning dat je al gelijk twee dames hebt die geselecteerd zijn voor het Nederlands team onder 17. Ja, de vraag is of hoe moet ik het zeggen? Het selecteren van onze twee speelsters een beloning is voor ADO Den Haag. Het is in ieder geval heel erg leuk voor ADO Den Haag. Mochten zij nog bij RKVV of bij Westlandia hebben gespeeld, waar ze hiervoor zaten, waren deze meiden ook zeker wel geselecteerd. Want het zijn echt hele goede speelsters. Maar kijk, wij vinden het natuurlijk wel onwijs gaaf dat zij al door zijn. En ons streven is om binnen dit jaar of volgend jaar gewoon structureel tot de hofleverancier van de nationale jeugdploegen te behoren. Nadine, vorig jaar speelde je bij Westlandia. Nu speel je bij de Jong ADO Den Haag vrouwen. Hoe is die overgang je bevallen? Ja, ik vind het wel leuk om nu met de meiden te voetballen, zeg maar. Bij Westlandia was ik het enigste meisje. Dus ik doe het met veel plezier en bevalt goed. En, ja. Kun je aangeven op welke gebieden je jezelf verbeterd hebt? Vooral conditioneel. Je merkt al dat je meer traint en toch echt in een topsportklimaat zit. Dat je lange volhouden van en... Met kracht merk je het vooral. Ja. Op welke positie in het veld sta je? Meestal 10. Achter de spits. Of in de spits is ook nog... Dus wat is jouw specialiteit? Vooral mijn dribbelacties en mijn techniek. Balvast. Ja, want je bent best talentvol. Want je zit nu bij Oranje onder 17. Maar je hebt, als ik het goed heb, al ook bij eerdere teams van het Nederlands elftal gezeten. Klopt dat? Ja, ik ben... 2 of 3 jaar geleden begonnen met onder 15 en ik zit er nog steeds bij. En wordt dit je eerste EK-kwalificatietoernooi? Ja. Ja, vorig jaar hebben we het toernooi gehad in Portugal en Zweden, maar dit is de eerste echt voor het echtje.
Ja, en als jullie winnen, gaan jullie naar de elite-ronde, zoals dat heet. Zeg maar de eindronde van het Europees kampioenschap. Hoe groot acht jij de kans dat jullie daarvoor gaan kwalificeren? Ik weet niet wat ik moet verwachten. Want de landen daar weer tegen spelen heb ik nog nooit tegen gespeeld. Maar ik hoop dat we het gaan halen. We gaan ons best doen. En wat betekent het voor jou om in het oranje te voetballen? Ja, vroeger als klein meisje heb je er natuurlijk al van gedroomd. Maar je bent er nog niet. Nog een lange weg te gaan.